Morgen. Goedemorgen en welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Politiek. We zitten weer bij meneer Iwan Wijngaarden. Hij is dus dan de voorzitter van Federatie Afrikaans Suriname. En we gaan met hem praten over het verhaal van de verzetstrijder, dat is Bonnie. We weten dat op 20 februari 1793... is hij vermoord en we willen dus dan het heel verhaal met u doornemen. Maar ja, maar dan moet je de juiste persoon hebben, hè? En dat is Iwan Wijngaarden, met wie wij dus dan gaan praten vanuit zijn tuin. Hoe gaat het met u, meneer Wijngaarden? Het gaat goed. Als je druk hebt, denk je niet aan gekke dingen. Dan ben je gericht, ben je efficiënt bezig met je tijd. Ja. Dus het gaat goed. Prima. We hebben laatst met u gesproken over andere strijders. En vandaag kiezen we ervoor om te praten over Bonnie. We hebben op het internet heel veel verhalen over die man. Ik heb in het voorgesprek met u gesproken. Ik hoor weer iets anders. Waar ligt het verhaal van Bonnie het best? Nou, kijk, er zijn inderdaad verhalen. Iedereen heeft zijn verhaal verteld erover. Maar zijn wetenschappers hebben onderzoek gedaan. We zijn uitgegaan van twee wetenschappers. Eén is een arts en die is gedoken als, dat is ook als landbouwkundige gedoken ben in de geschiedenis. Hij is arts gedoken in de geschiedenis. En hij is gekomen op 19 februari. Andere wetenschappers die antropologen waren, en, die zijn gewoon 20. En die twee onderzoeken hebben gematcht met elkaar en hebben gemerkt dat het niet 19 kan zijn, maar het moet 20 zijn. Ja, al een paar jaren hebben we het veranderd hoor. Zo gebruikt men die ene, maar niet wat wij zeggen, maar men gebruikt die 19. Want men, als men iemand wil aanvallen die machtig is, dan moet je hem in zijn slaap, de diepe rust, in de ochtenduur. En ochtend is al 20. Ja, ja, dus ja. Zo hebben wij, om een goede beredenering te hebben, hebben gezegd, het is 20, ja. Ja. Hoe kunnen we het maken tot één verhaal, dat het 20 is, bam, en niet dat er anderen zijn? Al een paar jaren zeggen wij, het is 20. En wij bepalen het als doelgroep, bepalen wij, niet een wetenschapper of wie dan ook. Wij zijn de belanghebbenden in deze en wij bepalen. Ja. En nu de vraag, wie is Bonnie? Nou, Bonnie is een, er zijn heel veel verhalen wie Bonnie is. Dan was zijn vader Indiaan, anders had die andere vader was een kolonisator. Niet belangrijk. Belangrijk is dat Bonnie geboren is in vrijheid. Men zegt, de moeder is gevlucht toen ze zwanger was en het bos is ze bevallen en daar is Bonnie gegroeid als een vrij mens en had een vreselijke hekel aan slavernij. Dat is figuur Bonnie. En hij is opgeleid uit de geschiedenis, kunnen we achterhalen door ene Sylvester, die hem in feite begeleid heeft. Men praat dat ze zijn stiefvader was, maar dat gaan we buiten laten. Het gaat om die bodyfiguur. En Sylvester was een belangrijke man ook, dus hij heeft overgenomen een aantal jaren voor de dood van Sylvester. Sylvester is opgehangen in Fort New Amsterdam, ja. Toen ze hem gepakt hebben. En Bonnie heeft overgenomen. En Bonnie was een machtig figuur, echt geboren leader. Met karakter, moraal en ethiek was daar echt en nationalisme. Broema zei altijd, je moet een body zijn. Ja, inderdaad, maar ik vraag me af, hè, van waar die inspiratie om zo een verzetstrijder te zijn? Van waar haalt hij die inspiratie? Ja, het is moraal. Het is moraal en ethiek dat je moet hebben. Als je weet dat iets niet goed is, dan moet je een alles doen dat je het goede gaat doen. Ja. Niet een half ding is nooit een goed ding. Ja. Je moet gaan voor het absolute. En als je dan 90% haalt of 95%, dan ben je ver gekomen. Maar als je gaat voor een half, dan bereik je niets. Want daar heb je belangen bij. Op het moment dat je gaat voor halve dingen, is er een belang bij. En Bonnie had geen belang. Het was echt een strijder, zegt meneer. Het is onmenselijk om slaven op na te houden. Het is onmenselijk om mensen te behandelen. Het is onmenselijk dat mensen van je eigen stam gaan heulen met anderen. Dat vond al die dingen. Hij was echt een tegen discriminatie. Streng naar zijn eigen mensen. Niet wat we nu hebben, dat mensen vriendjespolitiek en
al dat soort en rassentoestanden. Die dingen hebben bij Bonnie absoluut niet gespeeld. En daarom vind ik Bonnie een wereldvoorbeeld. Een voorbeeld voor de wereld. Als we deze gedachtegang van Bonnie zouden uitoefenen, dan krijgen we een welzijnstaat. De welzijnwereld zouden we krijgen. Hij had iedereen in zijn groep dus? Ja, het was, kijk, in een massa mens heb je allerlei karakters. En ik heb het gevoel sterk, als je zo geïnspireerd bent met het geheel, dan zie je dat mensen zich gaan opzoeken die bij elkaar horen. En die een bepaalde filosofie hebben. Jij zoekt ook vrienden uit die denken net als jou denken. En dat is Bonnie ook geweest. Bonnie heeft gezorgd voor een vriendelijke, als een leiders hadden en die filosofie van hem, deelden ze. Het was een filosofie van meneer Absoluut. Hij vechtte voor, tegen de slavernij, tegen corruptie onderling, zorg voor de organisatie, geen risico's nemen. Hij had kostgrondjes, constant zorgde hij voor kostgrondjes, voeding voor zijn mensen en voor de vrouwen. En nee, het was een geweldig systeem. Om aan te geven hoe strong Bonnie was, zeg ik altijd, Fouchou, dat is een admiraal, een geweldige vechter, die heeft in Berbice, het gevecht in Berbice, binnen een zucht, heeft hij het opgelost. Fouchou heeft in Suriname vanaf 72 tot 77 heeft hij gevochten. En wat hij bereikt heeft, alleen om Bonnie te verjagen uit Suriname. 5 jaar lang. Dat geeft al aan hoe geweldig deze Surinamer is. Ja, wanneer begon zijn verzet? Nou, heel jong. En, er zijn verhalen natuurlijk dat hij, zijn moeder is eerst doodgeschoten door een aanval van de Blanken. En toen is dat hij echt gaan ontwikkeld. Maar er zijn nogmaals verhalen, er zijn meerdere verhalen. Maar belangrijk is, we moeten het meest belangrijke eruit halen uit de verhalen. En dat is dat hij tegen discriminatie was. Tegen slavernij en tegen een onderlinge strijd. Hij zocht ook naar een eenheid. Uitwisseling van vrouwen van leiders. Mm-hmm. Dat is een vorm van een Afrikanisme, hoor ik dan, om dan ook vrede te bewerkstelligen op die moment. Je geeft je vrouw niet zomaar uit. Ja, ja. Dus dat was Bonnie ook. Hij heeft het geprobeerd met zijn broeders ook. Dat heeft niet mogen baten, maar de instelling, het idee is er. En dat is geweldig. Ja. Daar heb je die machtige kolonisator erbij. Ja. Onbevreesd ging je door. Ja, kijk, we hebben één zwakheid, dat is in Afrika al begonnen. De zwaktheid van wij van de Afro's zijn vaak dat we van een werelddeel komen. We komen niet van een land, we komen van een werelddeel. Er zijn landen in zo'n werelddeel. Dus je hebt een enorme verdeeldheid. Als je uit Indonesië komt, heb je allemaal één land. Van China één land, Japan één land, maar wij kwamen uit de wereld. Ja. En daar begon het al. Verzwakking, je kan je makkelijk uitspelen, de mensen uitspelen. En dat is eigenlijk de zwakte die doorgegaan is. Men kon ons makkelijk uitspelen, omdat het in de kiem al was uitspelen, al in Afrika, het gegeven. En dat heeft men hier gedaan, traktaten laten tekenen, een aparte groep. En als Bonnie was tegen, één, wij moeten één vuist maken en zeggen, dat willen we. En hoor, we zien we de traktaten in 1760, 1762, 1768. En later zijn de drie belangrijke traktaten die getekend zijn. Maar daarna heb je dan kleine gehad. Maar Bonnie heeft zich nooit schuldig gemaakt aan dit soort half en kwart en drie kwart dingen. Hij wil het absoluut hebben. Maar de verdeeldheid die de kolonisator heeft proberen te ontwikkelen, heeft ergens wel gewerkt, of niet? Oh, dat heeft gewerkt. Nee, maar dat zei ik juist. Het heeft gewerkt bij 90% van bij ons. Maar bij Bonnie heeft het niet gewerkt. Dus daarom zei ik, Bonnie is het voorbeeld van hoe het moet. En als we die filosofie van Bonnie zouden uitvoeren, dan zouden we uit de rotzooi komen. We merken dat we tot heden het probleem hebben. Ja. Wat Bonnie bestreden hebben tot vandaag aan de dag. Het is actueel eigenlijk. Dus het verhaal, de filosofie van Bonnie is zeer actueel. Het is bijna 2,5 eeuw geleden en het is nu nog actueel. Dat is best wel jammer dat we dat niet hebben kunnen bestrijden. Ja, we hebben het niet kunnen bestrijden en we zien steeds weer erupties komen. Omdat het niet verwerkt is. We kennen onze geschiedenis niet. We hebben een mooie geschiedenis, een minder mooie ook. Natuurlijk, slavernij is nooit mooi. Maar onze vechters
Als we die highlighten, zeggen we, die waren geweldig. En als we het voorbeeld kunnen nemen van hun, dan zouden we een beter mens zijn. Maar op een manier wordt het niet gestimuleerd. En wij zeggen als federatie, wij willen het echt stimuleren onder de Afro. Want een volk die zijn leiders niet waardeert en de waarde van ziet, en kan niet ontwikkeld worden. Want daar moet het beginnen. Je moet houden van mensen die een voorbeeld zijn. Ja. Maar niet bestrijden mensen die goed zijn te bestrijden. En dat gebeurt al te vaak. Ja, maar het voorbeeld van Bonnie, hè, ja, dat staat daar. Kan het nog geïmplementeerd worden? Ik denk dat het nog kan lukken. Oh, ik denk die hele wereld is een anti-Bonnie-filosofie. Men probeert het, maar je hebt mensen met allerlei karakters. Een hand is één hand, maar alle vingers zijn even lang. De ene denkt zus, maar we moeten streven naar het beste. En dat is natuurlijk Bonnie, en dat levert ons iets goeds, als we dat zouden nastreven. Het levert ons niet welvaart, maar welzijn. En welzijn is wat we nodig hebben in de wereld vandaag en de dag. We moeten in een harmonische sfeer met elkaar kunnen leven. Iedereen moet kunnen eten en drinken. Iedereen die meer heeft, dat is niet erg. Maar iedereen moet kunnen eten en we moeten elkaar niet haten en helpen waar het nodig is. Dat is de welzijnfilosofie. En dat was zeer zeker in Bonnie vast ingecorporeerd bij hem. Ja, we spraken over de verdeeldheid. Ook in die tijd hebben we dat van Redimousse gehad. Hè? Kunt u daarover iets zeggen? Nou, Redimousse is gebeurd toen men machteloos stond tegenover de mensen die vochten. Bonnie Baron Scholifkeur, toen men vocht tegen die. En men kon ze maar niet opruimen, want zo heet dat. En toen heeft men bedacht om de tot slaafgemaakte in de slavenkolonie mensen te zoeken die ze konden dienst konden nemen en zeg maar een loon geven en beloftes maken dat nadien krijg je een stukje land waar je huis kan bouwen. Dat was, maar je moet niet vergeten, er was al traktaten waren al getekend in 1760. Okay. En we praten nu van 1772, 10 jaar later. En dus men heeft heel wat mensen gevonden, ook in het binnenland, die als Redimousse zijn gaan optreden. Niet alleen in de stad, maar men kon iedereen die zich wilde geven voor de dirty job. Ik denk niet zozeer, maar die de traktaten getekend hebben, ja. Want die waren al vrij. Mm-hmm. Die waren vanaf 1760 al, zeg maar, vrij. Die konden vrij. Ja, die waren vrij. Dat was een afspraak. Dat ze niet meer achtervolgd zullen worden. Ze moesten 10 uur lopen of 2 dagen varen met de boot. Om op afstand van de plantages te zijn. Waardoor de kolonisator geen last van heeft van ze. En die waren vrij. Die konden met een toestemming in de stad komen. Ja. Dus ze waren vrije mensen. Mm-hmm. En die gingen ook bepaalde jobs doen, et cetera. Dus het ging. Degenen die niet vrij waren, waren inderdaad de Alukos. De groep. Van Bonnie, et cetera, die hebben geen contract gesloten. Er zijn al verhalen waarom niet, maar dat zullen we buiten laten. Mm-hmm. Maar die hebben niet getekend, dus die zijn de strijd doorgegaan. En ondanks de kolonisator met die ondertekening, ze dachten dat ze daarmee het strijd, dat ze het gewonnen hadden, is inderdaad wel een groei gekomen na de tekenen. Maar Bonnie is doorgegaan. Ja. En doorgaan heeft gemaakt dat de waarde van Suriname naar beneden ging. Gelukkig voor ons, als nazaten. Want dan had je minder mishandeling. Men werd ontmoedigd om mee te doen aan het slavenlandbouw. En dat is geweldig. En als je Cotica bekijkt, is Cotica Bos. Dankzij Bonnie. Ja, inderdaad. Ja. En de figuur Bonnie, hè, die wordt ja, minder belicht of bijna niet belicht. We hebben de momenten waar wij dat doen. Zou dat meer moeten gebeuren? De kolonisator heeft bijvoorbeeld gezorgd dat onder de Alukos, de Bonnies, was een andere stam, had de leiding over ze. Dus men is inderdaad, daarom zijn ze ook verdwenen naar de Franse kant. In 1777 zijn ze
overgezet, nadat Fouchou ze verjaagd heeft naar de Franse kant, zijn ze daar gebleven. Toen ze strong waren, zijn ze teruggekomen op Surinaamse bodem en door verraad zijn ze weer kapot geslagen. En Stoelman heeft het zwakste moment, de kolonisator, de commandant op Stoelmans eiland, deed het zwakste moment gezocht toen het leger bijna niks meer was van Boni. Toen hebben ze ingespeeld om andere stammen die al traktaat getekend hadden om die te fouduceren en het gevecht tegen Boni. 23 boten en toen hebben ze strijd in de ochtend van 20 februari 1793 hebben ze op een gegeven moment een inval gedaan. En zo hebben ze Boni doodgeschoten. De ene man praat van kappen, dat kan je niet, als een man zo strong is, ga je niet zo dichtbij willen komen. Dus ze hebben geschoten op afstand en toen onthoofd. En het verhaal was dat ze het hoofd zouden meenemen. Ze hebben 2 dagen gezocht naar het hoofd, ze hebben het niet kunnen vinden. En ze hebben alle andere leiders, Boni was een filosofie meerder, ze hebben al die leiders kunnen doden, behalve zijn zoon. Zijn kleinzoon heeft het bericht gehoord en zijn vader gewaarschuwd. En die heeft het overleefd. Ja. Hij was geen verrader dus? Nee, hij hoorde bij Boni. Ja. Maar zijn kleinzoon heeft gezien dat die mannen zijn opa vermoord hebben en heeft het doorgegeven. En hij is dan toen gevlucht. Maar die andere leiders zijn vermoord. Dat is een verhaal dat in de archieven vaststaat. Antropologen hebben dat vastgelegd in boekvorm. Dat is het verhaal van Boni. Ja. Het is een triest. En hij is. We hadden het over zijn hoofd. En ze hebben gezorgd, ze hebben het niet kunnen vinden. Hoe komt dat? Ze hebben het zelf gekapt, toch of niet? Ja, en ze hebben het hoofd willen meenemen. Maar hoe hebben ze het niet meer kunnen vinden? Nou, in die Sula. En als je weet, ik weet niet of je het binnenland goed kent, maar we praten van deze tijd van het jaar, praten van Awarawinti. Mm-hmm. Ik heb zelf meegemaakt, vanaf 1972 werk ik in het binnenland, heb ik gewerkt. En dan mocht je geen Awara in de boot meenemen. Awarawinti. Dan heeft gekoppeld iets spiritueel. Ja. Ik vermoed heel sterk dat het te maken heeft met de dood van Boni. En dat het hoofd die dus verdwenen is. Maar dat is een veronderstelling. Wetenschappelijk benaderd hoeft het niet een spiritueel ding te zijn, maar het kan gewoon een kwestie zijn van de tijd van het jaar heb je veel wind op de rivier. In de februari tijd, januari, februari, veel wind. En dus de rivier omzuimerig en dan kan zo'n boot makkelijk omklappen. Dat is de wetenschappelijke kant van, maar spiritueel kan het zo zijn dat het hoofd niet mocht gaan naar de verrader, de kolonisator en degene die geld wilde verdienen met het hoofd. Mochten ook geen geld verdienen mee. Dus dat is het spirituele en het wetenschappelijke. Wat zou het betekenen voor het verhaal als het hoofd toch wel bij de kolonisator terecht zou komen? Dat zou het verzwakt zijn. Dat zou het zijn van de goede goden hebben niet meegewerkt dat hij een waardige plek. Hij heeft geen nederlaag. Als zijn hoofd was gegaan naar de kolonisator, had hij nederlaag. Was gegaan naar degene die het kwaad gedaan hebben. Dat is ook een voordeel voor hun. Ja. Dus spiritueel, ik geloof in het spiritueel. Ik geloof spiritueel heeft gezorgd dat het hoofd nergens gegaan. Niemand heeft de voordelen van zijn hoofd gehad. Hij is in ere uit het kosmos verdwenen. Ja. Maar zijn gedachte is gebleven. Ja, maar om na te denken dat hij vermoord is geworden door een Juka-leider, een Bambino. Verzwakt het niet de kracht? Nee, maar zo is de wereld eenmaal verdeeld. Ik zei al, het begon in Afrika al. Dat stukje, omdat we geen eland waren, waren landen. En de kolonisator kon daar uitspelen. Hij simuleerde oorlogen om slaven te kunnen vinden, om te brengen naar de nieuwe wereld. Dus we zijn, in ons hele zijn zijn we eigenlijk verleid door het materiële. En dat ik hier ook beloof, of waarschijnlijk, want 23 boten zijn beschikbaar gesteld om Boni, de laatste slag op Boni te plegen. Want dan kon je hem, want hij was verzwakt, en dan kan je hem inderdaad makkelijk
helemaal van het toneel weghalen. Maar hij was bang van Bonnie ook, vanwege de strongheid. Ja. Dus onlangs, je moet nagaan, men heeft traktaten getekend. Dus men moet ook meewerken. En ondanks dat kan men niet meewerken. Men vertelt andere verhalen, maar men durfde niet, omdat hij zo strong was. En, dus we zien al hoe machtig deze man was. En ja, er zijn verhalen van, door fouten die hij gemaakt heeft, cultureel, is het zo verlopen. Er zijn heel wat verhalen, maar de kern van het verhaal, we moeten de mooie dingen uit een verhaal halen, die ons een boodschap geven. Niet die ons een klap geven, maar die ons een boodschap geven. Dus ik wil niet eens hebben van wie het gedaan heeft. Ja. Ik wil het hebben over Bonnie, dat hij zo strong was en dat de goede goden hebben meegewerkt. Dat we kunnen praten, we hebben een leider gehad die nooit heeft toegegeven en heeft gezegd, dat zijn wij en dat is onze boodschap. En die boodschappen voor de hele natie en eigenlijk voor de wereld, zou je kunnen zeggen. Maar om ook te zien dat we nu anno 2022 precies soortgelijke zaken hebben als dat van Bonnie, het laat je wel een beetje nadenken van, hey, we hebben niet geleerd. Weet je, ik heb laatst nog een interview gedaan waarbij je vakbonden met elkaar vechten. Weet je, ik bedoel, er moet één zijn die op moet komen en dan wil de andere ook, weet je. En wie wint? Ja, nee, maar dat komt. Kijk, wat de kolonisator gedaan heeft, is ook onze cultuur, het verbieden van onze cultuur. En heeft de kerk meegewerkt ook. Omdat we cultuur was, duivels en noem maar op. En cultuur zitten, normen en waarden zitten in cultuur. Als je dat weghaalt, is een eigenlijk een volk zonder, is een boom zonder wortel, zou Toussaint Louverture zeggen. Als je geen cultuur hebt. En dat is verzwakt. En vaak door die verzwakking, en het mocht niet, dan gaan lelijke dingen zich ontwikkelen. En we hebben gemerkt, als we kijken naar binnen onze cultuur, hoeveel kwaad gedaan wordt, kwaad te doen met onze eigen cultuur, is enorm. Maar omdat er geen correctie was vanwege het ontnemen van je cultuur bij wet, heb je geen controle. Want cultuur is een levendig ding. Hij ontwikkelt zich aan de hand van de tijdsomstandigheden, kreeg je veranderingen. En op die manier krijg je dan een verbetering. Het past zich aan de tijd, maar het kon niet. Dus alleen het kwaad en kwaaie dingen ontwikkelen zich in het donker. En het die mag. En dekat ma ego, dekat ma hogrima, die gaan dingen ontwikkelen. En dat is het grootste gevaar. We hebben gezien dat alle andere etniciteiten in het land, waar men niet gekomen is aan een cultuur, toen de omstandigheden gunstig waren in Suriname, hebben ze een groei gekregen als kool. Zijn ze gaan groeien. Dus het is niet geld gaat ons veranderen. We moeten werken aan dat stukje heling. Daar hebben we toen in 2018 een project gelanceerd, Pardon en Heling. Eerst die pardon zeggen aan elkaar, dat we beseffen dat we elkaar veel kwaad gedaan hebben door de kolonisator, verdeeld en heerst is toegepast. Als we dat weten, maar het proces om die heling is een lang proces. We hebben deskundigen nodig, we hebben projecten nodig, projecten die ons dwingen om samen te werken. En dan heb je die deskundigheid nodig om te zorgen van jongens, als er erupties komen, dat je dat kan bestrijden. Ja. Maar het schijnt dat niemand daaraan zich druk maakt. Men denkt meer aan het geld. We gaan geld krijgen, want ze hebben ons uitgebuit. Maar ik zeg, we hebben niets, we hebben wel wat aan geld, maar geld is niet belangrijk. We moeten onszelf genezen en wij zullen het moeten doen. Anderen gaan het niet voor ons komen doen. Wij moeten zelf die pardon en werken aan die heling. En voor die heling heb je inderdaad geld nodig. En als degene die het gedaan heeft, het kwaad, we merken nu dat men bewust is dat men kwaad gedaan heeft. De banken, de regering, de provincies waar die rijk geworden zijn vanwege de slavernij, die beseffen het allemaal. Ja. Maar dan moeten we proberen dat we het iets doen, de gelden die eventueel zouden loskomen. Al komt het niks los als we werken aan die genezing onderling, dat die haat en nijd weggaat. Je moet blij zijn als een man die op je lijkt groeit en zich ontwikkelt. Maar vaak is het zo dat we gaan haten. En dat is geen goede zaak. En daarom vind ik dat we Bonnie een waardige plaats moeten geven.
In Suriname, je hoort niemand praten erover. Ik heb pas een gesprek gehad met een belangrijke Aluku, zeg maar, aan de Franse kant van Apatu. Ik heb 10 jaar geleden of 15 jaar geleden een lezing daar gehouden. Ik was uitgenodigd in verband met afschaffing van de slavernij. En we hebben een heel goed gesprek. Hij heeft zelf contact gemaakt dat we de banden weer moeten verstevigen. Want toen, de Binnenlandse Oorlog, hebben zij onze mensen daar opgevangen. Dus er zijn goede elementen, maar we moeten eraan doen. We moeten iets aan doen om onze filosofie te verstevigen van dat we één moeten zijn. Want iedereen praat van ik wil Maron zijn als het voordelen eraan zijn. Maar we zijn Afro's. Ik blijf zeggen, we zijn allemaal Afro's. Op het moment dat we twee soorten Afrikanen gaan creëren, dan zijn we voorbeeld. Dan gaan we verdeeld en heersen. En dat wil die kolonisator ook hebben. We zijn Afro's. Prachtig dat die kan in de tijd. Gezegd, we hebben een ministerie, een directoraat, Afro-zaak. En dat vond ik geweldig. Ik heb hem gecomplimenteerd. Maar we merken nu, als er successen komen in bepaalde, dan is men plotseling, wil een Maron zijn. Nee, het geld is niet belangrijk. We moeten die eenheid is van eminent belang. Want dan ga je nu wat voordelen krijgen. Maar als je een e-vuist maakt, dan ga je heel wat krijgen. En het gaat werken naar welzijn en geluk en noem maar op. Terwijl we hier ook praten over een verzetstrijder, heb je ook mensen die ons volgen, want we zijn live. En iemand zegt nog van, nou, ik wil die Tjuri niet zeggen in de uitzending, maar die zegt van Tjuri, Boni was een dictator. Hij pakte die mannen, hun vrouwen, wanneer hij wilde, en wilde keizer spelen met de harde hand. Klopt deze informatie? Kijk, we zijn onze instellingen wel dat we elkaar willen breken normaal. En dat toont weer, men gaat steeds de squire dingen zoeken. We zijn niet onze lieve heer. Elk mens heeft gebreken, maar je moet focussen op de goede eigenschappen van een mens. En als we gaan focussen op de slechte dingen, gaan we nooit en nooit en er nimmer komen. We moeten focussen op de goede dingen die ons tot een natie maken en die ons tot ontwikkeling brengen. Organisatie, denken naar morgen. Bonnie heeft altijd gedacht naar morgen. Kostgrondjes zorgen dat wij liggen op de dag. En dat is een goede zaak. Ja, ja. Nee, maar je gaat je altijd krijgen. Je gaat meerdere verhalen horen van Bonnie dat hij dit is, dat hij dat is. Maar wij zeggen als federatie, wij focussen op de goede eigenschappen. En die hij ook gedemonstreerd heeft. En we gaan niet kijken naar de misdingen. Maar hij heeft gepraat, hij heeft dansen op lijken, op begraafplaatsen. We gaan niet kijken op dat soort dingen. Kijk naar de goede dingen. Ik ben al jaren bezig, maar ik kijk altijd naar mensen die wat kunnen. Als iemand die iets kan, dan zeg ik meneer Yunamimati, dan gaan we werken. En als ik het goede in jou simuleer, dan gaat het slechte verdrijven. Maar als we gaan focussen op het slechte, ga je het slechte stimuleren. En dat moeten we absoluut niet doen. Moeten we de straat Bonnystraat linken aan Boni? Is dat zo? Heeft dat iets te maken met Boni? Ik denk dat ze het gelinkt hebben, maar ja, dat is zo'n oppervlakkige. Dat men zegt, we hebben gehoord van Boni, we gaan de straat Boni. Dat is hoe mijn weg aan de straat heeft. Heeft iets te maken met de geschiedenis van Boni? Nee, met de diepgang niet. Absoluut niet. Absoluut niet. En ik vind dat een paar nationalisten van ons, zoals Bruma, die hebben inderdaad toneelstukken zijn ontwikkeld. Speciaal om een Boni te zijn. En dat zijn de goede dingen. Dat ik zeg altijd, stimuleer de goede dingen. Als iemand goed is, probeer te etaleren de goede dingen van hem. En dan gaat hij meer goed willen doen. Ja, maar als je de slechte dingen gaat etaleren, dan zegt hij, nou, je maakt een etiket dat ik ba. Dan ben ik ook door aan dat. Dus dat moeten we absoluut niet doen. Nice, iemand zegt precies hoor, meneer Wijngaarden. Die is het helemaal eens met u. Ik kijk ook naar die reacties. Maar meneer Wijngaarden, wat moeten wij leren uit het verhaal van Boni? Want we gaan het herdenken. Ik denk zaterdag, geloof ik. Zondag is de herdenking. Wat moeten wij uiteindelijk leren, heel kort, uit de geschiedenis van Boni? Ja, wat we eruit leren, we moeten al die goede karakters die we hebben. We moeten gaan leren, net wat ik net zei. Kijk naar de goede dingen. Ga niet kijken naar slechte dingen van mensen. Kijk naar wat hij goed gedaan heeft. Dat simuleert hem om goed mens te worden. We weten dat een verdeeld en heers is toegepast bij ons.
Laten we proberen die pardon te zeggen naar elkaar toe. De mensen in het Westen, in Europa, die het goed hebben. Als ze geen werk doen, hebben ze stontje en noem maar op. Die zeggen, koningin moet pardon zeggen. We hebben niks aan het pardon van de koningin. Absoluut niks. Het is leuk dat ze het zegt. Maar we hebben belangrijk dat we pardon zeggen aan elkaar. Wij moeten leven met elkaar. Wij moeten elkaar ondersteunen. Wij moeten elkaar helpen. Maar niet de koningin. En geld zal niet onzaligmakend zijn. Absoluut niet. We hebben allemaal evenveel geld gekregen hier in Suriname. Waar zijn wij vandaag als Afro? En waar zijn die anderen die het ook gekregen hebben? Die hebben het weten om te zetten omdat ze een visie hadden. En cultuur is niet vergruisd. Laten we proberen de cultuur van ons te zuiveren naar wat het eigenlijk zou moeten zijn. En laten we die pardon zeggen, de leiders van de Afro's. Daar zijn we al begonnen mee, maar ja, je wordt eigenlijk niet zo goed ondersteund daar. Dat die leiders beseffen, want die hebben meer common sense, meer dit en dat zij zeggen, pardon. Maar hebben nog niks bereikt. We hebben wel een deel al bereikt. En dan gaan we werken naar die heling. En die heling heb je projecten nodig. Ga bewust projecten in elkaar zetten waar je samen moet werken. En dan ga je cultuurdeskundigen nodig hebben. Want er gaan erupties komen. Cultuurdeskundigen ga je hebben. Je moet psychologen hebben. Je moet psychiaters hebben die helpen wanneer die erupties komen om het te begeleiden. Want het ligt heel erg diep. Ja. We maken toneel spelen we constant de hele dag. Ik hoop dat je toneel speelt. maar dat doen we. En dat moeten we absoluut niet doen. We moeten gaan een begin maken, een start maken met we zijn begonnen. In Europa heb ik het verhaal verteld ook van die pardon en heling. En die pardon kost geen geld. Het is eigenlijk bij elkaar komen met de mond, zeggen. Maar dat degenen die niet de leiding hebben, horen dat leiders vindt dat ik moet dat pardon. Want we hebben een pre-toneel. En dat moeten we een keertje ophouden met het toneel spelen. En kijken hoe kunnen we elkaar gaan ontwikkelen tot een beter mens. Inderdaad, hele mooie boodschap, meneer Wijngaarden. We gaan zo eruit met het interview. De herdenking is zondag. Zondag, ja. Hoe moet die eruit gaan zien? Nou, zondag zijn we om 16:30, dat is inloop, 17:00 beginnen we. En we gaan een culturele groep hebben die op zijn cultureels het een en ander gaat doen. En dat is erg belangrijk dat we een gebed doen. Masrekaat is nummer 1. En dan gaan we die kondresingen doen. En dan gaan we de speeches houden. En het verhaal vertellen aan mensen. En ik hoop dat vooral jongeren loop ik op van mensen. De jongeren moeten iets meekrijgen en de jongeren moeten meekomen helpen om te werken aan dat ding. Ik ben al grijs, ik moet eruit. Maar je zoekt mensen om dingen over te dragen, maar die zijn niet zo happig op dit soort dingen. Laten we happig worden op onze eigen ding en dan zullen we groeien. Aan wie zal u overdragen? Ik zoek, dus ik zeg, laat men zich aanmelden en dan kunnen praten, filosofieën uitwisselen. En als mensen zich geroepen voelen, dan zeg je nou, een batterij jongeren en dan kan je zeggen van ja, jongens. Maar je moet wel een beetje van het culturele hebben, toch? Je kan niet zomaar erin stappen. Dat klopt, maar we hebben één ding geleerd in het verleden. Ik heb hier, toen ik iets jonger was, 25 jaar geleden, heb ik ouderen uitgenodigd. En vanwege de filosofie, innovatie, heb ik niet veel uit ze kunnen halen. Dus ik moest zelf duiken en zoeken en zoeken en connecties brengen om wat meer te weten over wat de filosofie moet zijn en wat de ellende is. Dus dat wil ik delen met jongeren. En ik hoop dat ze daarmee zoveel inzichten krijgen dat ze inderdaad zeggen van, Asane is ik niet. En ze mogen van alles vragen dus. Van alles vragen, van alles vragen. Dat is... Ik dank u wel, meneer Wijngaarden. Ja, en het is altijd fijn om met deze grootheid te praten, hoor. De heer Wijngaarden, heeft u trouwens al een oorkonde of wat dan ook gekregen? Ik heb mijn eerste oorkonde was in het buitenland. Ja. Ik heb in 33 landen heb ik een onderscheiding gekregen, een milieuonderscheiding. Vanwege mijn werk in Suriname, in het binnenland, et cetera. En dat waren de mensen blijer op. Maar
decoratie vanuit Suriname? Decoratie heb ik wel gekregen hier in 96 van een Suriname. En nog één weer. Maar ja, ik zeg nog wel, de eerste heb ik gekregen van het buitenland. Dat is wel heel erg. Dat die grani krijg je van het buitenland. En ik heb op eigen kost heb ik heel wat landen bezocht om me te oriënteren. Cuba, op conferenties, Afrika, Guyana, Trinidad. En je moet investeren om er wijzer van te worden. Ja, ja, ja. Niet wachten wanneer je iets krijgt. En ik zeg, mijn bijdrage binnen de organisatie is ook groot. Ik zeg, je moet iets voor over hebben. Ja. En je moet niet kijken van, wat krijg ik, maar wat kun je geven. Geven is... is zegen. Als je geeft, dan krijg je zegen. Maar als je niet geeft, als je probeert te krijgen, dan krijg je alleen maar rotzooi krijgen. Je zal alleen maar rotzooi krijgen, dus je moet geven. Duidelijke taal van meneer Iwan Wijngaarden van de Stichting Federatie voor Afrikaans Suriname. En we hebben met hem gesproken over Bonnie. 20 februari 1793, de matchiering. Hij was een verzetstrijder. En hij heeft zijn werk goed gedaan. We gaan eruit. We zijn er later weer, want dan moeten we praten met iemand van Overbridge. Want daar worden er gronden afgepikt. En de mensen kunnen dat niet meer aan. We gaan uitgebreid daarover praten met iemand die ons veel meer zal vertellen. Tot zo, mede namens Sylvain Huur. Ik ben er straks.